De nummer 3 in de Jupiler League is momenteel Sporting Charleroi. Op Mambouur ging het de confrontatie aan met Vigor Wuitens Hamme. Hamme was de revelatie van de terugronde in tweede klasse en speelde ook de eindronde. Of dat genoeg was om coach Jacky Matthijs en zijn jongens van de wijs te brengen, was zeer de vraag. Hamme heeft dit seizoen in tweede nog maar nauwelijks potten gebroken. Het staat op 2 na laatste en scoorde amper 4 keer. Jacky Matthijssen lijkt er gerust in te zijn, toch houdt hij verrassend Tim Smolders op de bank. Een ploeg uit een lagere reeks heeft in de beker meestal geen extra motivatie nodig. En dat geldt ook voor Hamme. Na dik 10 minuten kan de smet na een vrije trap net niet bij de bal. Hamme is trouwens de ploeg van Rudy Verkemping, ex-trainer van Cercle Brugge. Charleroi gewaarschuwd en toch slagen ze er niet in het initiatief over te nemen. 20 minuten gespeeld en dom balverlies. Koen Versijp profiteert. Goeie bal voor De Meijer. Die lift slim terug naar Versijp en Hamme leidt met 0-1, van een verrassing gesproken, maar allerminst onverdiend. Charleroi maakt het zichzelf moeilijk en de bezoekers maken daar optimaal gebruik van. Hamme graaft zich allesbehalve in en dreigt met een nieuwe vrije trap rond het half uur. Thomas De Meijer helemaal alleen laat de kans onbegrijpelijk liggen. En dat weet hij zelf ook. Maar kijk vooral eens naar het gestuntel achterin bij Charleroi. Stilstaande fases lijken het meeste gevaar op te leveren, ook voor Charleroi. Abibou met een kopbal die gaat niet zo ver over doel. Abibou naast Agul in de spits, Orlando en Akpala zijn gekwetst. Djamba Shango klinkt u wellicht ook nog bekend in de oren. Hij speelde ooit voor La Louvière en Oostende. Zijn voorzet is net iets te hoog, maar gevaar niet geweken en Lucie moet alert blijven. Aan de rust leidt Hamme nog steeds met 0-1. Aan het begin van de tweede helft eisen de supporters net als vorige week even hun rol op. Maar we krijgen wel een veel vuriger Charleroi te zien met al snel een goede kans voor Oelmers. In één tijd op doelman Meul geschoten. Oelmers al een paar weken erg bedrijvig, neemt na 7 minuten in de tweede helft deze vrije trap. Veel volk voor doel, maar niemand heeft Kéré in de gaten. En het wordt 1-1. Mamadou Kéré, een verdediger die scoort. En Charleroi krijgt al vroeg nieuwe hoop. Kéré loopt zich makkelijk vrij en kan eenvoudig binnenkoppen. Charleroi domineert nu wel, maar moet uiteindelijk nog een keer scoren. En dat lukt niet binnen de 90 minuten, al is Camus er hier wel erg dichtbij. We krijgen verlengingen en daarin blijft Charleroi druk uitoefenen. Jovial, halverwege de tweede helft ingevallen, krijgt na 3 minuten in de eerste verlenging de bal van Christ. En met een prachtig schot zorgt hij voor de 2-1, schitterend doelpunt van de Fransman. Hij speelde in de competitie nog geen enkele minuut voor Charleroi. En toch is de wedstrijd nog niet gespeeld. In de tweede verlenging bedient Versijp Djamba Shango met een diepe bal. Centraal volgt Dazeleer en Hamme komt weer op gelijke hoogte. Charleroi opnieuw koud gepakt. 2-2 is ook de stand na 120 minuten. Dat betekent strafschoppen dus en beide ploegen missen er 2. Onder meer aanvoerder De Failly trapt voor Charleroi op de paal. Van dan af is het een loterij. Wie mist ligt uit de beker. Dit is Djamba Shango. Hij trapt in elk geval binnen. Jovial is de volgende voor Charleroi en van held wordt hij plots anti-held. Charleroi uit de beker. Tweede klasser Vigor Wuitens Hamme zorgt voor een heuse stunt. Ik had duidelijk gezegd tegen de jongens, het is het ideaal moment voor naar hier te komen. Wij doen het niet goed in de competitie en zij doen het zeer goed. Dan krijg je een onderschatting. We hadden ook gezien dat Zulte Waregem verrassing kon voor de verrassing. Dat zijn zaken, voorbeelden dat ik kan aangeven. Voetbal moet altijd gespeeld worden. Ik had alleen schrik van de eerste 20 minuten. Daar had ik de schrik van. Dat ik zeg, ja, die moeten we absoluut doorkomen. Hamme feest op Mambouur.